Blijf met je poten, blijf met je poten, blijf met je poten van de hek af. Wat ze nu van plan zijn, dat slaat helemaal nergens op. Er wordt al jaren over gepraat en intussen groeit het aantal herten maar door. Hoge hekken om het gebied kunnen niet voorkomen dat de herten in de winter in de Zandvoortse tuinen op zoek gaan naar eten. Dat levert veel overlast en gevaarlijke verkeerssituaties op. Bovendien vreten de herten de duinen kaal. Als je kijkt naar hoeveel dieren ze dood willen schieten over de komende jaren. Want ja, als je 1000 schiet het eerste jaar, dan komen er ook weer jongen geboren, extra jongen geboren. Want de natuur probeert daarvoor te compenseren. En het gevolg is dat je het volgende jaar nog weer moet schieten. En over de hele planperiode hebben ze berekend dat ze meer dan 6000 damherten gaan doodschieten. De demonstranten zetten hun bezwaren in het provinciehuis kracht bij. En daar liepen de emoties hoog op. Gek geworden. Je kunt ze niet eerst opsluiten we zijn en gek ze daarna geworden. Doodschieten. We zijn echt gek geworden in dat dit land. Dat vind ik dus niet kunnen. We slaan veel te ver door naar de andere kant. Ik ga de oorlog aan tegen Waternet. Ik ga die herten beschermen. Met mijn blote handen. Ja, dat is een goede ik ben heel erg teleurgesteld, want het zijn maar een paar partijen die voor ons zijn. Dat is Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP. En de rest wil je het allemaal vermoorden? Binnen een maand verwacht de provincie de ontheffing op het jachtverbod te kunnen afgeven aan de boswachters van de waterleidingduinen.